Hallo allemaal, daar ben ik weer met een vouwwerkje dit keer. Wat gaan we maken? We gaan vrolijke bloemen maken. Kijk maar even mee. We maken een gele puntige bloem en een oranje. Ja, wat is het eigenlijk? Een tulp, denk ik. Dit zijn de kleine voorbeelden. Ik ga ze in het groot vouwen. Wat kun je er straks van maken? Dat zal ik je laten zien. Kijk. Dit is mijn bloemenveld. Ik heb ze op de deur geplakt, want die was zo ontzettend saai en wit. Oké, we gaan beginnen. De gele leg ik even aan de kant, die gaan we straks maken. Voor de oranje bloem gaan we beginnen met 16 vierkantjes. Weet je het nog van het hartje? We beginnen met het blaadje 1 keer netjes dubbel te vouwen. Maak mooie strakke lijnen. Dan vouwt hij het mooiste. Je vouwt hem weer open. Nu gaan we deze kant naar het midden vouwen. Goed kijken waar je lijntje zit. Netjes recht. En die vouwen we ook weer open. We draaien het papiertje rond. En we vouwen deze zijkant ook naar het midden. Dat was de middelste. Kijk dat ik recht vouw. Ja. Nu heb je vier stroken. Nou draaien we het papiertje een klein beetje om. Want nu moet ik deze zijkant hier naartoe gaan vouwen. Ik wil even goed plat houden, anders lukt het niet. Zo, helemaal recht. En ook deze vouw ik open. En hetzelfde, de zijkant naar het midden. Weer open, even omdraaien en de laatste zijkant ook naar het midden toe. Weet je het weer? Nu heb je 16 vierkantjes. Wat ga je doen? Aan de kant waar je zelf zit, ga je in één vakje het puntje naar binnen vouwen. Dus één vierkantje wordt een driehoekje. En dat doe ik ook aan deze kant. In één vakje naar de vouw toe, naar het puntje. Dit is de onderkant van je bloem. Nu draai ik het blaadje om. En nu heb ik even een schaar nodig. Want van de twee buitenste lijntjes ga ik één streepje inknippen tot waar de vouw zit. Deze knip ik in tot het randje en dat doe ik ook met die buitenste. Twee lijntjes, even goed mikken. Twee lijntjes worden geknipt. Deze laat ik heel, dus ik heb alleen hier twee flapjes. Nu ga ik vanaf waar ik geknipt heb, ga ik hem schuin vouwen. Zie je dat? Ik vouw hem naar de zijkant, naar buiten toe. En dat doe ik ook hier. Zo, goed recht. Deze twee punten ga ik naar het midden vouwen. Dat is één en dan komt er in het midden een punt. En dat is twee. En nu is mijn bloem alweer klaar. Ik zal hem even recht vouwen. Omdraaien. Kijk, nu zie je dat het grote broertje van deze is geworden. Heb je deze klaar? En heb je nog een stukje groen papier thuis? Dan kun je daar natuurlijk een hele mooie steel van knippen. Gewoon een strookje knippen. Dat hebben jullie allemaal wel gedaan op school, hè? Draai ik hem weer eventjes om, want het is het mooiste als die op de achterkant zit. En met mijn plakstift plak ik die steel zo aan de achterkant van de bloem. Nu is het een echte bloem, zoals op het voorbeeld. Dit was de eerste bloem. Die hebben we klaar. Die nam ik even uit beeld. Dan gaan we naar deze. Die is helemaal niet moeilijk, die is nog veel makkelijker. Wat gaan we daarvoor doen?
het papiertje met de ene punt naar de andere vouwen. In een driehoek. Ik had de vouwen al gemaakt, dus bij mij gaat het makkelijk. Nu ga je hem schuin. En dan moet je zelf maar kijken hoe je het mooi vindt. Ongeveer vanuit het midden, dat is waar deze punt waar je vinger zit, ga ik hem zo een beetje schuin naar boven vouwen. En ik wil eigenlijk dat die punten een beetje even hoog zijn. Zo. En of ik hem dan hier plak of hier plak, dat maakt niet zoveel uit. Dat is aan jezelf. Vouw hem om. En dat ga ik ook met de andere punt doen. Nou gaat dit een beetje dubbel, want ik heb niet helemaal het midden gevouwen. Kijk ik ook weer of die ongeveer op dezelfde hoogte zit. Ja. En nou is die eigenlijk al klaar. Weer met plakstift doe ik even een beetje lijm hier binnen. Want anders wappert die open. Vind ik niet zo mooi. Zo. Ik wil ook deze bloem een steeltje geven. Dus ik pak weer even mijn stukje groen papier. Knip een steeltje. Draai mijn bloem weer even om. Beetje lijm op de achterkant. Steeltje erop. En dan is die klaar. Je ziet het. Ik heb meteen al een heel bloemenveld. Mijn bloemen hebben hier nog geen blaadjes. In het voorbeeld wel. Plak je bloemen. Op de deur. Op een raam. Op een muur. Vraag het even aan mama. Wat mag. Je kan het met een stukje plakband doen op je raam. Maak het heel erg vrolijk. En heb je nou echt een hele mooie bloemenmuur gemaakt? Vraag pap of mama of er een foto van gemaakt kan worden. En via Paro, hopelijk hebben pap en mama Paro al, stuur je de foto naar je eigen juf of meester. Of naar mij, of naar juf Dini. Wie je maar wil, kunnen wij meegenieten. Ik hoop dat het lukt. Maak er een hele vrolijke bloementuin van. Dag allemaal, tot de volgende keer!